Leila heeft een 16-jarige dochter uit haar vorige relatie en een 3-jarige uit haar huwelijk met Mustafa. Ze runt een bakkerij. Het echtpaar was ongeveer 8 jaar samen en scheidde op 11 april 2016. De volgende ochtend stond Mustafa in de bakkerij. Hij giet kokend water over zijn vrouw en steekt haar in het openbaar met 18 messteken neer. Een klant komt tussen beiden. Leila vlucht. Toevallig is er een ambulance in de buurt die haar naar het ziekenhuis brengt. Mustafa steekt een sigaret op. Hij wordt vastgehouden tot de politie arriveert. Leila wordt geopereerd en overleeft. In september 2016 begint het proces wegens poging tot moord en gevaarlijke mishandeling voor de Arrondissements rechtbank van Hamburg. In november 2017 wordt hij veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf. Nadat de straf is uitgesproken, steekt hij zijn duim op en glimlacht hij naar het publiek.